Carnaval voor de deur. En in de studio van RTV Park zat wie lang precies, weet ik niet. Maar het is een lang draadje op Utrechtsberg. Leuk dat er hij zit. Goedemiddag. Oh, dank je wel. En hanneke het over Leo Hekmans, over Hans Monsenweijen en over Huub Keulaert. Fijn dat het dreutje lang hij naartoe gekomen is. En gefeliciteerd met een nominatie voor het LVK gestut komende vrijdag in de halve finale. Ja, chic. Is de eerste keer voor Voerendaal, hè? Dat klopt, ja. En dat is een gans groot Voerendaal. Eerste keer dat dingen dat had gehaald. Ja, nou, dat is fantastisch. Dus toch ook alweer een vette proficiatvuur. Lang dreutje, werd eens wakker. Het liedje van Handert regelmatig gedriend. Hij op RTV Park. Dat vind ik leuk. Leuk liedje, Utrechtsberg. En eigenlijk had het lang dreutje ook een soortement van jubileum. Want op een stuk 11 jaar. Leg eens even uit, man. En wie is dat allemaal zo begonnen? Ja, we zijn eigenlijk met twee verschillende groepjes. Ik zing ook nog bij de lange en de langste. Dus ja, weer de langste is ja, de Benechta. Oh. En de Hansen zingt nog bij de Westdruitjes. En we hebben ooit het idee gehad. We maken samen een leuk nummer. En dus eigenlijk is dit ervan gekomen na 11 jaar. Ja. En nu is dit weer eens wakker. Eerste keer dat het groots werd opgepakt. Als het had over het LVK. Hè? Dus dat is op zich natuurlijk fantastisch. Wie is dat de afgelopen jaren allemaal een beetje gegangen? Ja, eigenlijk toch een beetje hand voor het toch het rustiger aangepakt. En omdat voor nu eigenlijk naar zo'n jubileum hand toegewerkt met z'n tweeën. Over eigenlijk zo gaat van, we moeten het eigenlijk eens een beetje groter aanpakken. En eens proberen om in die halve finale te komen. Hmm. Door hem hand voor ook Huub benaderd. Dat we zeggen, Huub, kunst eens een beetje helpen op het muzikale gebied. Ja. En ja, het is wonder bij wonder. Eigenlijk heel goed geklapt allemaal tot nu toe. Ja, fantastisch. Hans, de tekst is van dich, hè? Tekst had ik geschreven, ja. Ja, gezongen door dich gedeeltelijk en vul door Leo, hè? Had ik het goed begrepen? Nee, dan Hans begint. De eerste drie regels, daar zingen we alles samen. Oké. En Huub had zich een beetje met de muziek bemoeid. Begreep ik net boete de uitzendingen? Ja, klopt. Huub is handig benaderd. Maar du bent natuurlijk ook lid van de stichting. Hè? De stichting waar Utrechtsberg zag met de lidjes onder andere om een markt. Vertel eens, gaat u voor die stichting? Ja, stichting Leedsche Goegenberg. Daar zijn we voor nu 10 jaar geleden met begonnen. Mm-hmm. Omdat eigenlijk het hele liedjesconcours gebeuren in Utrechtsberg helaas een beetje aan het doodbloeden wordt. Ja. Ondanks alle goede bedoelingen. En dat hebben we toen met een aantal mensen opgepakt. En we hebben toen het besluit genomen om de artiesten of de deelnemers de kans te bieden om een nummer op te nemen. Mm-hmm. En dat vier ze dan helpen bij het maken van de muziek en bij de tekst. En we nemen alles in één studio op. Dus we houden zeg maar één kwaliteit. En de eerste keer houden we, dacht ik, 12 nummers. Elf nummers. En er is eigenlijk die, 10 jaar lang is dat zo gebleven. We hebben altijd rond de, toch 11, 12, 13 deelnemers gehad. Op een dorp van, een paar duizend maan. En daar zijn we eigenlijk wel beren trots op. Ik wil net zeggen, daar kindertrots op zie je. Dat is natuurlijk fantastisch. Want nu ook weer 13 nieuwe liedjes voor dit carnavalseizoen. Ja, ja. En dan voor een redelijk kleine kern, wat ze zegt. Dat is het leeft toch wel heel erg dus. Ja, als je er over zelf ziet, dat is, we verheugen ons daar sowieso al het hele jaar op. Mm-hmm. Op de zaterdag in november. Ja. Maar als de zaal is afgeladen vol, voor we altijd een hele deskundige jury. Mm-hmm. Zijn we ook altijd blij omdat mensen uit de Limburgse carnavals en muziek naar Utrechtsberg willen komen om de beat te zetten. Ja, dat is een... Het is een happening. Ja, dat kan me helemaal voorstellen. Ja. Fantastisch. 13 liedjes, mooi. En eigenlijk een beetje dubbel feest, want de stichting 10 jaar en het lang dreutje 11 jaar. En dan is dat 11 jaar natuurlijk weer een heel mooi jubileum, hè? Absoluut. Ja. In het rood, geel en groen, zou ik dan. Ja. Hey, we zitten met optredens, boekingen. Werd er veel gevraagd? Ja, in ieder geval een stuk meer als vorige jaren, joh. En de hand hoorde ik net van de Leo ook al een aanbieding voor komend jaar. Dus vooral verrast door. Ik blijf verrast, man. Je hebt het allemaal erg gehaald, hè? Ja, maar ja, dat is wel fantastisch, man. Ik vind het leuk. Hey, en kindergeet, want we kunnen eigenlijk ook kieken voor de kijkers op televisie naar de clip. Kindergeet, vertellen u wat de clip? Er is een videoclip van, hè? Nou, de clip, dat wordt, had ik zelf een beetje in elkaar gezet, geschoesterd, zo wie ze dat noemen. Mm-hmm. Ik vind het allemaal heel moeilijk. Gaat echt op het persoonlijke vlak te doen, want dan ziet ze luiers lopen. En als ze daar geen echte ervaring in has, is dat denk ik heel moeilijk. En dan, zo wie het immer is, zit ze een beetje krab in de tijd. Dus ik heb het een beetje eigenlijk in de animatie gezocht. En allerlei beelden van Garfield opgezocht, omdat ze er heel veel van kind vingen. Ja. En daar een leuk geheel van gemaakt. Dus, maar ja, dan had ik ook wel
hele leuke reacties op gekregen. Ja, oké. Okay. Misschien komen er dadelijk nog meer reacties. Komende vrijdag halve finale. Dan maak ik ook even kort. Dat mag ik niet al te lang. Hè, want we zijn dan wel de collega's natuurlijk allemaal. Maar maak even kort reclame. We moeten nu op stemmen. We moeten stemmen op sms 4422. Ja. LVK, spatie, nummertje 44. Dus dat komt heel goed uit. 4 keer 11. Ja. Stunt 11 jaar. Dus voor ons is het een leuk nummer. Ja. LVK bezit 44 jaar. Dus ja, het is een topnummer. Dus ik hoop dat we naar de finale durch mogen. Wie mooi is dat. En dat is dan stemmen aanstaande vrijdagavond tussen 8 en half 9 of zaterdagmiddag tussen 3 en half 4 naar de herhaling. Hè? Helemaal correct. SMS 4422, nummer 44. Dat geeft het tweede. Hey mannen, ik gewoon ontzettend veel succes wensen. Is er nog plek in de agenda's voor de komende paar weken om eventueel ergens het lang drutje te boeken? Ja, we hebben nog wel ruimte om hier en daar nog te kunnen doen. En dat kunnen ze doen via nummer aan een website. Spam hem even de website. Nee, ze kunnen het beste nog mij appen, want dat is het makkelijkste. 06-22-36-37-45. Ja. 06-22-36-37-45. En dan even appen wensen eventueel het lang drutje ergens wilt gaan op die carnavalsavond. Er komen er genoeg aan, dus dat kan fijn aan de lui. Is er waar, gaat op internet te vingen, over de stichting en over het lang drutje? De stichting kent ze vingen. Ja. En het lang drutje kent ze via Facebook uiteraard ook vingen. Via Instagram zet ik af en toe wel get erop. Ja. En dat is eigenlijk wie van het kennis wingen. En Huub had nog een site volgens mij van het leedjesconcours. Maar die werd zo beter wie ik denk. Ja, spannend. Maar ook even Huub dan zijn verronding. Ik heb er voor alles behandeld. Natuurlijk via Facebook, leedjesconcours Gunberg. En via www.leedjesconcoursgunberg.nl. Wie kent het verzinnen? Ja, die gaan het net verzinnen. Leedjesconcoursgunberg.nl, daar vind je alle informatie. Leo Hekmans, Hans Monsenweijen, Huub Keulerts, dankjewel voor je komst. Heel veel succes komende vrijdag. En RTV Parkstad hangt aan de lippen van het lang drutje. Maar we kunnen dus ook draadloos doen, want we hadden net verteld dat via internet dat ook allemaal gebeurd kan. Ik zou zeggen, weer eens wakker en stem op lang drutje. Dankjewel, fijn dat er een woord. Dankjewel. Het ram verslapen kop, nu liggen snette zokken zeumen. Leve jong, stank dagen zo. Slopen, jongen, dat geeft het zich toch.